Rabanne aan. Gaan we vanavond ons filmpje opnemen. En het is vlak bij Kraantje. Kraantje, dan hou je je zetel aan. Dan haal je je rijbewijs en dan zorg je dat je ingeschreven wordt. Als je dat nu voor elkaar hebt gekregen, dat inschrijven en die zedela, dan ben je blij. Dan ga je lekker soepje halen, hier, onder Hotel Estoril. En ik, als sushi eten en drinken, ik weet natuurlijk wel wat lekker is. Wij komen heel graag bij dit plekje. En natuurlijk de Netto Bar. Wie kent hem niet? De oudste bar van Otrabanda, de meest bekende bar van Otrabanda. Alle beroemdheden die het eiland bezoeken zijn hier geweest, zelfs de koning. U vindt hem op TripAdvisor. En waar staat Netto Bar nou onbekend? Om zijn zelfgebrouwen groene rum natuurlijk. Proost! Het hart van Otrabanda is het Brionplein. En die kant van het water ligt Punda, de beroemde Pontjesbrug. En we staan hier op het Brionplein. Brionplein, het begin van Otrabanda. Altijd vol leven. Zoals je ziet is het bijna kerst. Vol leven, er is hier altijd iets te doen. Speeltuin voor de kinderen. Daar op de hoek de gouverneur. Fijn restaurant. En daar het begin van de brede straat. Winkelstraat van Otrabanda. Prachtig is het hier toch? Otrabanda is super gezellig. Je hebt allemaal leuke winkeltjes, allemaal gezelligheid. En we staan hier bij Tio's Barbershop. Bijna een half uur zo van de mannen heet Tio, want Tio betekent gewoon oom. Toen wij 12 jaar geleden voor het eerst op Curaçao kwamen, toen werd ons verteld, ga absoluut niet naar Otrabanda. Otrabanda is levensgevaarlijk. En ik ben nog zo goed dat wij heel bang hand in hand door Otrabanda heen liepen. Nu 12 jaar later is het een van onze favoriete wijken geworden. Het is gezellig in Otrabanda. Het is leuk. Kom kijken in Otrabanda. En midden in Otrabanda ligt de Nani-straat. En daar ligt dat boven, dit bovenappartement. Fris, ingericht, helemaal gemeubileerd. Dit appartement heeft 3 slaapkamers. 2 op deze verdieping, of 1 op deze verdieping en 2 als we de trap omhoog lopen. Net de badkamer. De eerste slaapkamer, keurig ingericht. Kunststof kozijnen, allemaal nieuw, met airco. Dan gaan we via deze mooie houten trap voorzichtig naar boven. En boven kom je bij een verrassing, want er zijn hier 2 verrassend grote slaapkamers. Ze hebben schuine daken, maar die zijn hoog. Deze heeft een airco en aan de andere kant is zeker zo'n grote slaapkamer. Ook hoog plafond, schuin plafond, maar hoog plafond. Ruim. Deze heeft geen airco, maar wel een deur die open kan. Met de deur naar het balkon op de bovenste verdieping. En natuurlijk bewaar ik het mooiste voor het laatst. Want kijk eens wat een heerlijk balkon je hier hebt. Aan je woonkamer, beide deuren kunnen open. Je kijkt zo het centrum in. Het is midden op de dag nu. Het is vrij rustig, maar als je wilt zit je zo in de drukte. Nani-straat Otrabanda. Kijk op onze website www.curahousecare.com. En hier de voorzijde van het appartement. Het bovenste appartement dus per direct vrij voor 1600. Maar hier beneden is zeker een zo mooi appartement. 1200 gulden met 2 slaapkamers. Kijk ook op de website www.curahousecare.com.